Toen ik onlangs nog in mijn huisje wonend aan tafel zat, mij gevoer te bereiden en uh, zat te lezen in de Bijbel, toen keek ik naar buiten en er kwam een vrachtwagen langs. En op die vrachtwagen stond een hele grote tekst. Proeven is geloven. Wat een bemoedigende woorden. Proeven is geloven. En natuurlijk had de reclamemaker met die slogan Niet de bedoeling mij te doen verblijden in de heren, maar mij te verlokken tot het kopen van iets. Wat ik toch niet zou kopen. Maar afijn. Proeven is geloven. Het deed mij denken aan de woorden uit de Bijbel: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hoe goed is het om ons in Hem te verblijden? Hoe goed is het? om samen elkaar te bemoedigen. Bemoediging hebben we zo nodig, ook in een tijd als deze. Ja, ik zou willen zeggen een bemoediging in de eindtijd. Onlangs reed ik op de snelweg en daar reed een truc, een vrachtwagen en aan de achterkant daar brandde rode letters. Je red het. Ik moest lachen in mezelf. Ik denk wat mooi, wat leuk. Je red het. Soms hebben mensen het net even nodig. Dat ze achter het stuur zitten met hun verdriet, met hun pijnzen en hun piekeren. En dan komen ze daar over de weg en dan lezen ze: je redt het. Dat kan weer moed geven. Zoals ik pas. Ik stond langs de snelweg, diezelfde snelweg, met Pech. En terwijl ik daar stond met Pech samen met mijn zoon, was er een groot reclamebord aan de zijkant. En daar stond op: houd vol. Het was een of andere reclame voor de, voor de landmacht, geloof ik. Houd vol, je redt het. Houd vol. Proeven is geloven. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Lieve vrienden, familie, broeders en zusters, ik wil jullie bemoedigen. Hef je hoofd omhoog op de Heere. Het is in deze tijd veel onzeker. Angst overheerst de maatschappij. Verdeeldheid, verdriet en pijn zien we om ons heen. Je zou bijna zeggen, het maakt deel uit van het leven. Ja, sinds de zondeval is er niets dan pijn, verdriet, dood en ellende in de wereld gekomen. En daar is niet God de schuld van. Nee, die schuld ligt bij de mens die gekozen heeft voor het kwaad, gekozen heeft voor de machten van de duisternis. Misschien zeg je, ja, maar wacht even, ik kies daar niet voor. Is dat zo? Is ons leven werkelijk een leven wat. Geheel is toegewijd aan God? Of maken wij ook eigen keuzes? Vertrouwen we op dat wat mensen op ons pad brengen? Vertrouwen we op mensen? Vertrouwen we op dat wat zoveel zekerheden moet geven in dit leven? Of zeg je nee, mijn vertrouwen is geheel op de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die weet wat goed voor mij is. Ik wil je bemoedigen om daarin stappen te zetten. En nee, dat is niet makkelijk. Wij zijn mens, een mens van vlees en bloed. En hoe gemakkelijk is het om in de stress te schieten? Hoe gemakkelijk is het om te zien op de omstandigheden? We hebben een jaar achter ons liggen, het jaar 2020. Een jaar wat, als we nog langer het leven hebben, niet uit ons geheugen gewist zal kunnen worden. Een jaar van crisis. We zijn nu in het jaar 2021 gekomen. Wat zal het ons brengen? Wat zal het ons brengen? De krantenkoppen. Voorspellen niet veel goeds. Maar het woord van God, dat voorspelt ons alle goed. Want hij, die hemel en aarde gemaakt heeft, staat gereed om te komen, om te oordelen de leven en de doden. Hij zal gerechtigheid brengen. Hij zal het kwaad voor eens en voor altijd van het toneel doen verdwijnen. Ja, straks. Zal Satan, zijn demonen, de hele helle macht geworpen worden in de poel van vuur en zilver. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal daar de realiteit zijn voor alle die hem hebben lief gehad. Die hem vrezen en die hem willen volgen. Vrienden, wat de toekomst ons ook brengt. Laten wij het hoofd omhoog heffen naar de Heer die in de hemel woont. Die ons kent. Die mijn hart, die jou en uw hart doorgrondt. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij weet het. En laten we daarom vertrouwen op dit heerlijke woord. Ik was aan het nadenken in deze tijd. Wat zal ik nou eens delen? Wat zal ik eens delen? Toen kwam de vraag in mij op. Wat hebben we nodig? Wat heeft de mens nodig? Nou, ik geloof dat een bemoediging op zijn plaats is. En toen ik zo mijn gedachten liet gaan, toen dacht ik. Wat is nou een, wat is nou een bemoediging? Een bemoediging is dat wij van onszelf afwijzen. Wij zijn zwak, wij zijn mensen, wij zijn nietig. Leun niet op mensen, vest op prinsen, geen vertrouwen. Maar laten wij ons vertrouwen richten op de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. En ik wil jullie bemoedigen om je vertrouwen op Hem te stellen. En door met Hem te leven, te wandelen in gemeenschap. Hoe doe je dat? Door veel tijd met Hem door te brengen. Door met Hem te spreken. Ja, spreek met Hem. Als je op bed ligt. Als je wakker bent geworden. Als je je werk aan het doen bent. Of dat nou op de bouwplaats is, op je schip, achter je computer op het kantoor, in je huishouden, op de supermarkt, waar je bent, waar je werkt of waar je boodschappen doet. Gewoon in je dagelijkse wandel. Laat je hart uitgaan naar God, die jouw gedachten kent. Misschien maak je wel hele moeilijke periodes mee. Misschien zit het je allemaal helemaal niet mee. Loop je vast in je werk? Loop je vast in je onderneming? Loop je vast in je huwelijk? Loop je vast in de opvoeding van je kinderen? Loop je vast in het maken van relaties? Had je een lief meisje op het oog? Maar is het meisje weer uit beeld verdwenen? Misschien bouwde je aan een relatie en had je verlang te gaan trouwen met, met diegene die je voor ogen had. Maar is het weer voorbij? Vest op de Heer je vertrouwen. Hij weet welke vrouw, welke man voor jou de beste is. Zoek de Heren. Wentel, wentel je weg op de Heren. Hij zal het maken. En als ik dan denk aan het gebed, aan het bidden, dan ga ik al, ga mijn eind terug in de geschiedenis en dan komen we bij Exodus. Dat is waar ik al moest denken. Ik denk dat wil ik met jullie delen. En ik wil ook met jullie lezen de woorden uit Exodus 17. Daar lezen we van vers 8 tot en met 16. Je moet denken: hier hebben we het volk Israël. Geboren uit Jacob. Die streed met Jezus, die zijn heup verwrongen. En hem Israël noemde. Hij gaf hem een nieuwe naam: strijder gods. Strijder met God, strijder. Tegen God strijder. Het is lastig hoe we het precies moeten vertalen. Maar hij streed daar. Tegen God zelf. Hij streed daar met God zelf. Totdat God hem overmocht. En hij moest erkennen. Dat God de Machtige, de Almachtige is. En dat is heerlijk. Om, om daarachter te komen. Helaas moeten we vaak door onze karakters. Um, een moeilijke weg gaan om erachter te komen dat de Heerde werkelijk het goede met ons voor heeft. Dat de Heerde werkelijk weet wat we nodig hebben. Dat niet wij dat het beste weten, maar dat Hij dat weet. Nou, het volk Israël, uit Abraham, Isaac, Jacob geboren, heeft 400 jaar onder de verdrukking van de Egyptenaars geleefd. Totdat het ging roepen tot God in de hemel, die gedacht aan zijn verbond met Abraham. En die zijn volk ging uitleiden. uit de verdrukking uit de heerschappij, uit de slavernij, door de Rode Zee, in de woestijn. En daar in die woestijn gekomen, moe en afgemat zou je zeggen, van een lange reis. Mopperend tegen God, murmurerend over, over het, uh, het water, wat we lezen ook in uh, hoofdstuk 17. Tweede vers, toen twisten het volk met Mozes en ze zeiden, geeft gij ons water, dat wij drinken. En Mozes dan zei tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heer? Waarom verzoek je toch de Heer? Is Hij niet goed? Heeft Hij je niet uitgeleid? Zal Hij geen zorg voor je dragen? Ja, is Hij het niet die, die jullie ook al zulke heerlijke geboden gegeven heeft? Hè, en die jullie kwakkels en mannen gaf te eten? Is Hij het niet die ons droogvoets doorgeleid heeft door de Rode Zee? En ons het loflied in ons hart en in onze, op onze lippen heeft gegeven? Nou. Daar, daar twisten ze. En dan, dan gebeurt er iets. Het volk moet iets leren. Want zij die tegen de heren twisten, zullen verpletterd worden. Dat is wat? Hier twist het volk van God. Zijn verkoren volk. Tegen de Almachtige. En dan lezen we hoofdstuk 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zei tot Jozua: Kiest ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde: terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaads. Toen zeiden de heren tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam: De heren is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des heren is, zo zal de oorlog des heren tegen Amalek zijn. Van geslacht tot geslacht. Wat een heerlijke geschiedenis. Aan de ene kant heel ernstig. Het volk moet strijden tegen Amalek. Wie is Amalek? Amalek was een kleinzoon van Esau. Esau, je zou kunnen zeggen. Jacob en Ezo. Jacob is het verbondsvolk. Daaruit is Israël voortgekomen. Ezo was de vijand van Jacob. Jacob en Ezo streden. Je weet het. Hè? Hoe Jacob op de vlucht moest voor Ezo. De Edomieten zijn voortgekomen uit Ezo. En hier de Amalekieten. Voortgekomen uit Ezo. Je zou kunnen zeggen, de vijandschap zat in hun genen. De vijandschap tegen het volk van God. En terwijl hier het volk van God... In die woestijn is. Met voorop de strijdbare helden. Achterop, zeg maar, de achterhoede. Daar kwamen de vrouwen, de kinderen, de wat zwakkere. En dan komt Amalek, de vijand van het volk van God. En valt daar in die achterhoede. Daar waar het volk zwak is, valt hij hen aan. En, 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 en willen ze als het ware dat hele volk ten onder brengen. Zoals we dat ook lezen in de psalmen. Maar als God voor ons strijdt. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij, die zelfs zijn eigen, zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ook ons, hè, met, met hem, ons niet alle dingen schenken? Zou iets voor onze God te wonderlijk zijn? Zou iets voor onze God onmogelijk zijn? Daar, daar is dat volk, dat vredevolk, volk, wat zo gemeen niet de strijdbare helden aanpakt, maar wat achter, als lafaat, het volk wil vernietigen. En dan, dan zegt Mozes tegen Jozua, kies mannen uit en trek tegen Amalek te strijden. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Daar zie je Mozes. Jozua moet gaan strijden. Jozua, ook wel Yeshua genoemd. Joshua, het type van de Heer Jezus Christus, die gaat daar om met het volk te strijden tegen de vijand. En daar zien we Mozes, Mozes, de man Gods. Hij die, die, die geroepen was, hij die als een kindje uit het water getogen werd, uit het water gered werd. Nee, God had hem niet over voor de dood, maar verkoos hem om zijn volk uit te gaan leiden. En als het ware een soort middelaar te stellen tussen God in de hemel en het volk zijn volk om de wetgeving het karakter van zichzelf te openbaren aan zijn volk opdat ze weten zouden hoe ze moesten wandelen maar hier hier was Mozes op de berg en hij hield zijn staf omhoog die staf die staf die had gekronkeld voor de farao als een slang die staf die Wonderen had gewerkt. Een instrument in de hand van God. Die staf was omhoog. En op het moment dat het volk die staf zag. dan werden ze herinnerd aan die daden van God. die grote daden van die God. die hemel en aarde schiep. en ook vandaag nog alle macht heeft. in de hemel en op de aarde. Hoe groot is die God? En daar staat Mozes. Op het moment dat Mozes die staf omhoog houdt. als de banier van God. Die daar getuigt van die trouwe God. Dan is het volk sterk en machtig. En heeft het volk de overhand. Maar op het moment dat die banier zakt, zijn de amenlijke kieten aan de winnende hand. En dan moet Mozes die arm weer omhoog houden. Maar hij wordt zo moe. Hij wordt zo moe van het strijden. Die geestelijke strijd in dat gebed. Wat kan het zwaar zijn. Het is soms veel makkelijker om met het zwaar te strijden. Van Jozua lezen niet dat hij moe werd. Jozua strijd, de strijd. Maar Mozes moest hier een geestelijke strijd strijden. Hij pleitte daar. Hij riep als het ware tot de God van de hemel. O God, strijd voor uw volk. Strijd voor uw volk. Laat ze niet te onder gaan. Wat zal u met uw grote naam doen als dit volk wordt vernietigd? Here, geef ons de overhand. Here, breek door. Breek toch door. En dan, dan zakt hij. Hij wordt zo moe. Maar, God... Zij dank. Daar is een adem en daar is een hur. Die de armen ondersteunt van de vermoeide Mozes. En daar is een steen waar hij op mag zitten om te rusten. Mozes, rust maar wat, joh. Rust maar wat. De strijd zou voor jou te veel zijn. Kom, wij zullen je helpen. We zullen je helpen. Je bent niet alleen. Wij samen maken deel uit van het lichaam. Zullen we samen die goede strijd strijden en zien hoe God de overwinning geeft? En daar gaat die banier weer omhoog. Lieve vrienden, het roert me terwijl ik dit zo deel. Die banier, die moeten we omhoog houden. Deze banier, het woord van God. Ik wil jullie bemoedigen. Zie op dit woord van God. Lees het van Genesis tot openbaring. En ontdek wie die God van Abraham, Isaac en Jacob is. Ontdek wie die God is, die genadig is. Die geen lust heeft in de dood van de zondaren. Geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Zul je je hart en leven aan Hem overgeven, wat de toekomst ons ook brengt. Misschien zijn er wel amelijk kieten in je leven binnengekomen. Ja, daar juist in je zwakke plekken. Daar kwam weer zo'n amelijk kiet. En hij dacht jou weer te pletter te slaan. Maar zie je op God. Zie je op die God van trouw. Hij geeft de overwinning, nee, niet in jouw eigen kracht. Maar in de kracht van God zul jij als meer dan overwinnaar uit de strijd komen. Leg het maar voor hem neer. Roep maar tot die God. Roep tot die God. En als je moe wordt, als je het strijden niet meer, niet meer, niet meer vol denkt te kunnen houden, vraag dan een broeder, vraag dan een zuster om met je mee te strijden. We hebben elkaar zo nodig. We hebben elkaar zo nodig. Ja, dat woord van God moeten we omhoog houden. Dat moeten we in ere houden. Dat moeten we elkaar voorhouden. Want als we dat woord omhoog houden, dan zijn we meer dan overwinnaars. Waarom? Het bemoedigt ons, het vertroost ons, het roept ons op bid zonder ophouden. Wees gedurigelijk in het gebed, waak ten alle tijden, biddende, ja overvloedig zijnde met dankzegging. Waarom? Bidden is de ademtocht naar God. Daarin leg je je hart bloot voor de Heer. Laat je als het ware zijn licht in je hart schijnen. Doe dat. Doe dat en de Amalekieten zullen wijken. Vertrouw toch op Jozua? Hij wil met je strijden. Hij wil voor je strijden. Ja, hij wil voor je uitgaan. Onze Jozua, onze Yeshua is in de hemel. Hij is onze hoge priester. Ja, hij bidt voor ons. Hij heeft doorboorde handen en doorboorde voeten. Waarom? Niet omdat hij slecht was. Niet omdat hij. Moest sterven voor, de, voor zijn zonde. Nee, hij is de zondeloze, de heilige, de rechtvaardige, vol goede tierenheid en warmhartigheid. Hij ging de dood in. Omdat wij zwakke, nietige mensen, hebben gezondigd. En onze eigen weg zijn gegaan. En nog zo vaak onze eigen weg gaan. Ja, mopperen als we dorst hebben. Mopperen. Niet vertrouwend op die God die ons heeft uitgeleid. Nee, weerzien op de omstandigheden. En dan beginnen we maar zo weer te mopperen. Misschien doe jij het niet. Ik herken het wel in mijn eigen leven. Maar misschien is het in jouw leven niet zo. Dank de Heer. Maar dat mopperen, dat brengt als het ware, de, hoe moet je het zeggen, dat brengt scheiding tussen jou en God. En die Amele Kiet, die is weer machtig. Die Amele Kiet, die komt weer om jou te overwinnen. Strijd, de goede strijd. Zie op de banier die omhoog geheven, geheven werd. Weet je wat zo mooi is? Mozes hè, die, noemt, die noemt die banier. De Heere is mijn banier. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Vergeet het niet. De Heere is mijn banier. Wat zal ik vrezen? Wat zal ik vrezen? Wat zal een nietig mens ons doen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dan, die, die, dit is zo mooi: hè? dat daar die Aaron en die Hur zijn. En dan uiteindelijk, dan slaat Jozua Amalek en zijn volk met het zwaard, ja met de scherpte van het zwaard. En dan zegt de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Nee, niet Amalek zou Israël verdelgen, maar Israël, ja de God van Israël zou Amalek verdelgen. We weten hoe het later gaat. Dat Saul, koning Saul, zijn eerste opdracht krijgt om te strijden tegen Amalek. En hoe hij helaas daar al, als het ware, al zijn koningschap moet verliezen. Omdat hij niet deed wat God van hem vroeg. Wat komt er toch nou, lieve vrienden? Dat de banier moeten we omhoog houden. En we moeten er dus samen diep van doordrongen zijn dat we te maken hebben met een heilige God. Een God die ons in dit woord te kennen heeft gegeven, geopenbaard heeft wie Hij is. En hoe Hij wil dat wij zullen wandelen. Laten we ons daaraan optrekken. Ja, Jehovah Nissi. De Heere, onze gerechtigheid. Hij regeert. Hij is God. En niemand meer. Laten we geen afgoden dienen voor zijn aangezicht. Laten we ons vertrouwen niet stellen op de dingen van deze tijd. Niet in eigen kracht. Niet in eigen kracht strijden tegen die amalekieten. kieten. Nee, in die kracht van God. Zien op die banier en strijdend met Joshua zul je overwinnen. Misschien heb je het moeilijk in je huwelijk. En denk je, hoe komt het ooit nog goed? Misschien, misschien heb je verdriet en voel je je eenzaam in je eigen gezin. Voel je je eenzaam in je gemeenschap waar jij leeft, waar je om moet gaan met anderen. Voel je je onbegrepen van je eigen broeders en zusters. Voel je geen aansluiting en denk je, hoe zou dat toch komen? Wat is het toch? Waarom moet ik zo'n eenzame weg gaan? Waarom begrijpen ze me niet? Richt je oog op die banier. Richt je oog op die God van die banier. En laat Hem voor je uitgaan. Hij maakt alle Dingen nieuw. Hoe dichter wij in zijn gemeenschap leven, ja, hoe meer wij leren die geestelijke strijd te strijden, hoe meer wij leren te roepen tot God die in de hemel woont, ons hart voor hem openleggen en zijn liefde ons laten vervullen, hoe meer we zullen merken dat dat lichaam een eenheid is. Dat een Jozua niet kon zonder een Mozes. Dat een Mozes niet kon zonder een Aaron en zonder een hur. Begrijp je het? We hebben elkaar zo nodig. En God. Heeft ons broeders en zusters gegeven, samen één lichaam waarvan Christus Jezus het hoofd is. In Hem mogen we ons verblijden. En Hij wil ons leiden. Laten we ons dan ook leiden. Misschien ben jij het oor, ben ik de teen, maar we hebben elkaar nodig. Misschien, misschien is je zuster de hand en ben jij de voet. Zul je dan niet haar in discrediet brengen, jezelf verheffen boven haar of andersom. Maar laten we beseffen dat we elkaar nodig hebben. Jozua was degene die moest strijden in het veld, terwijl Mozes daar stond om te bidden. En moest zitten om te bidden in zijn eigen zwakheid. Met de hulp van een hur en een Aaron. Vrienden, laten we voor elkaar bidden. Laten we elkaar bemoedigen. Misschien ben jij degene die vandaag in het veld staat. En morgen op je knieën moet liggen voor diegene die dan in het veld staat. We hebben elkaar nodig. Laten we elkaar bemoedigen zolang het nog kan. Laten we samen het goede zoeken voor God, voor Gods gemeente. Want zijn koninkrijk komen, zijn wil geschieden. Dat is toch ons gebed? Dat is toch ons verlangen? Laten we daar samen aan werken. Ik wil je bemoedigen? Houd vol. Houd vol. Niet in eigen kracht. Nee, want dan zul je het onderspit delven. Maar weet dat je in Christus Jezus meer dan overwinnaar bent. Laat de amele kieten niet toe. Doe ze weg. Doe ze weg. In de naam van Jezus. Wees meer dan overwinnaar. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde gedragen. Hij heeft de schuld op de zonde gedragen. En als we dan mogen geloven dat we met Hem zijn gestorven, daaraan het kruis, het is volbracht. In het graf gelegd, om daaruit op te staan. Hij leeft, Hij leeft. En we mogen we in het nieuwe leven wandelen? Nee, niet meer dat oude, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En zo mag jij op de bouw het verschil maken. Zo mag jij. Op je schip het verschil maken. Zo mag jij in de garage het verschil maken. In de supermarkt. In je gezin. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Broeders en zusters, zullen we elkaar daarin opbouwen? Zullen we elkaar niet aanvallen op de persoon, maar elkaar bemoedigen in Christus? Zullen we elkaar opbouwen in het allerheiligste geloof? Wat een zegen om zo. De woorden met jullie te mogen delen. Lieve vrienden, misschien hoor je dit en denk je, ja, broeders en zusters. Of wou in het allerheiligste geloof. Maar ik weet niet of ik een geestelijke broeder of zuster ben. Ik weet niet of de Heer Jezus ook voor mij is gestorven. Hij is gekomen, niet om te oordelen, maar om het leven te brengen. Hij is gekomen, niet om rechtvaardigen te roepen tot zaligheid. Nee, om zondaren tot de zaligheid te roepen. Niet willende dat enige verloren gaan, zegt Petrus, maar dat ze alle tot bekering komen. Zul je daar nou niet aan twijfelen? Leg je leven eenvoudig in zijn hand. Zeg, heren, het jaar 2021 is gekomen. Wat zal de toekomst mij brengen? Hoe onzeker? Waar zul je voor staan? Voor welke keuzes zul je komen te staan? Wat zul je doen? Vraag het aan de Heer. Laat het woord je leidraad zijn. Misschien zijn de keuzes die je gaat maken, zullen je misschien wel je baan kosten. Ze zullen je misschien een diskrediet brengen bij anderen. Maar vertrouw op de Heer, Ga met hem, met de weg. Denk aan een Daniel. Daniel, die was onder de tijd van koning Darius. Er was een bevel uitgegaan van de meden en persen, een gebod, wat nooit verbroken mocht. Hij mocht niet bidden. Geen ander, niemand mocht iets anders aanbidden dan de koning. En wat doet Daniel toen hij dat hoorde? Voor de open vensters boog hij voor zijn God. Hief zijn handen ten hemel en sprak zijn gebed uit. Hij kon niet zonder die gemeenschap. Hij kon niet zonder dat gedurige gebed. Wat het hem ook zou kosten. En daar, daar zat hij tussen de leeuwen. Maar de mond van de leeuw was gesloten. Want die God zelf, die eens daarvoor bij zijn drie vrienden, Hananja, Micele en Azadia, in de oven was, was nu in de leeuwenkuil. Wat is het goed om in een oven te zijn? Wat is het goed om in een leeuwenkuil te zijn? Met God aan je zijde. Wat het je ook mag kosten, richt je hart naar boven. Roep hem aan. Terwijl hij nabij is. Ja, hij zal je horen. Lieve vrienden, we weten niet wat er voor ons ligt. Maar één ding weten we. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ga op reis met hem. Doe wat je hand vindt om te doen. Wees opmerkzaam. Luister naar zijn stem. En laten we voor elkaar bidden. Ik vraag ook jullie gebed. Op dat we samen straks als Jezus komt als een reine maagd als een reine bruid voor hem gesteld zullen kunnen worden ik verlang naar de komst van mijn heiland mijn Jezus mijn verlosser mijn redder de koning der koningen kom heere Jezus ja kom spoedig hij zegene jou zullen we samen danken heere Almachtige God, u die de overwinning hebt gegeven over de Amalekieten. U, u bent nog dezelfde. U die uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem gegeven opdat wij zouden leven. Tot u mogen wij komen met vrijmoedigheid. Omdat u niet onze dood, niet onze verdoemenis op het oog hebt, maar het leven. Heren, wij komen tot u. Tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt toch de woorden van het eeuwige leven? Ja, u bent het eeuwige leven. O God, wij willen die banier omhoog heffen. En wij willen uw naam groot maken op deze aarde. Geef ons die kracht, geef ons die vrijmoedigheid. Geef ons wat we nodig hebben, heren, om op het werk of waar we ook zijn in de maatschappij het verschil te maken door die banier omhoog te heffen. O God. Geef ons kracht, want wij zijn zwak. O, leid ons niet in verzoeking, maar verlos van de boze. Ja, leid ons bij de hand door dit leven, Heeren. Wat zo vol vol valkuilen zit. Wat zo vol onzekerheden kan zijn. Wat zo vol met tegenslagen kan zijn. Laat ons steeds op u het oog gericht houden. Ja, werk door uw heilige geest in ons. Dat vurige verlangen om steeds voor u, voor u alleen te leven. Houd onze hand gevat, o Here. Ja, draag ons daar waar wij niet wandelen kunnen. Soms over modderige, gladde wegen. Soms langs diepe ravijnen. Soms langs hete, hete vuren. Vader, leid ons er doorheen. Laat ons niet zien op de Amalekieten, maar laat ons zien op u. Die de overwinning geeft. Vader, geef dat we elkaar mogen bemoedigen. Heeren, mogen we onze Jozuas bemoedigen en omringen met het gebed? Mogen we de armen van een Mozes omhoog richten als een adem en een Hur? Vader, we kunnen het niet. Laat ons rusten op de steenrots Christi. O God, daaruit willen we drinken. Daaruit willen we gelaafd worden. Dank u wel dat u het ons alles gegeven hebt. Vader, dank u wel voor alles wat U geeft, om U te proeven. Dat is toch alles. Ja, dat is geloven. Geloven in U. Wat kunnen we anders doen, heren? als we eenmaal U gesmaakt en geproefd hebben en ontdekt hebben dat U goed bent, zouden we dan op iets anders nog ons vertrouwen willen stellen? Bewaar onze voorreden, leid ons niet in verzoeking. Bewaar en spaar, zegen en ieder van ons op de weg die we moeten gaan. Of het nu linksom is of rechtsom, naar het noorden. Of naar het zuiden, naar het westen of naar het oosten. Wees met ons. Ga voor ons uit. Als uw aangezicht niet met ons meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Uw wil geschieden. In de hemel, als we ook op de aarde. Opdat uw naam verheerlijkt wordt van nu tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. De Heer zegenen je. shallow.